10 mei 2003 werd het Avaliemonument onthuld bij de kruising Delleweg-Zeelandse Dijk. Op de achtergrond ziet u allereerst de gemeentevlag, in het midden de Nederlandse en daarnaast de artillerievlag. Een kanon op de voorgrond, een zogenaamde 25-ponder en aan de rechterzijde het te onthullen artilleriemonument. De genodigden en de belangstellenden ziet u thans aankomen. Ik zie onder andere de heren Robin Groskamp en Van Kampen, het college van burgemeester en wethouders en vele anderen. Hier ziet u het opstellen van de 41ste afdeling veldartillerie en de aankomst van het reunieorkest artillerie die de onthulling muzikaal zal begeleiden. Het intreden van de standaard door de standaardwacht is altijd een belangrijke gebeurtenis. Standaardwacht. Links zwenken. Mars. Standaardwacht. Halt. Standaardwacht. Op het standaard. Richten. Standaardwacht. Zet af. Geweer. De luitenantwiering meldt standaardwacht. Dank u wel, luitenant. Vervolgens treedt brigadegeneraal der artillerie Haakome in. En groet de standaard in het bijzijn van de troepencommandant. Welkomstwoord door Lea Hermanissen, voorzitter van de Stichting Sporen van de Oorlog. En vervolgens is het woord aan burgemeester Van Beers van de gemeente Mil en Sint-Hubert. En voor de gasten, welkom in de gemeente Mil en Sint-Hubert. Fijn dat u met zoveel gekomen bent. Luitenant-kolonel de Grenadiers buitendienst, meester Wabe Braam, geeft een historische uiteenzetting over wat hier op 10 mei 1940 plaatsvond. Dat ik de reserve eerstluitenant Robbe Groskamp en kamenier Van Kampen verzoek zich te begeven naar het kanon en bevel te geven tot respectievelijk afvuren van het hier aanwezige kanon voor een eresaluut als hoorbaar symbool van de heldhaftige strijd van toen op deze plaats. Denkt u direct aan uw oren? Dankjewel, u kunt uw oren weer loslaten. Ik ben niet klaar. De 41ste afdeling veldartillerie zingt onder begeleiding van het reunieorkest artillerie het artillerielied. Daar op die heide, wat drinkt daar in verschiet?
Het woord is nu aan brigadegeneraal der artillerie H. Komen. Ondertussen ziet u de standaard met daarop vermeld de twee belangrijkste wapenfeiten van de veldartillerie. Namelijk 1832 voor het heldhaftige verdedigen van de citadel in Antwerpen en 1940 voor het terugdringen van de vijand afkomstig uit de panzertrein door alle 12 kanonnen 120 graden te draaien, daar de vijand uit een onverwachte hoek de aanval inzette. Mag ik de luitenant Roskam en de kanonier van Kampen uitnodigen om nu het monument te onthullen. Nu wordt er ere goed gebracht onder het spelen van het Wilhelmus. Robbe Groskamp vraagt het woord om zijn grote waardering uit te spreken. Dat hij het zo prachtig vindt dat dit initiatief van de burgers is uitgegaan. Dat verdient alle lof en applaus waardig. Generaals en andere aanwezigen, oudstrijders en alle burgers van Mild ook. Ik voel mij natuurlijk erg bewogen als een van de twee overlevenden van het onderdeel 23 RA. Om dit nog mee te maken. Mijn kameraad is 84, ik ben zelf 94 jaar oud. En ik vind het heel bijzonder dat ik dit nog meemaak. Ik wil alleen maar iedereen verschrikkelijk veel dank zeggen. En de Stichting van de Oorlog in Mil begrijp goed dat de grootste impuls om dit hier te zetten is uitgegaan van de burgermaatschappij. En dat vind ik als ex-militair bijzonder de moeite waard om er extra te zeggen. Zij hebben altijd gezegd, we hebben die andere dingen en die zijn erg mooi en dat wordt elk jaar goed gedaan. Maar het is jammer dat jullie nooit genoemd worden, de artilleristen. Het hele simpele reden daarvoor is dat wij geen gevallenen hadden, hoewel we wel onder bombardementen gelegen hebben. Kortom, heel hartelijk dank voor Mil, al zijn burgers. En voor alle militairen die nu meegewerkt hebben aan deze herdenking. Dank u. Kinderen van de basisschool Het Stekske uit Langenboom bieden de twee oud-militairen bloemen aan. We naderen nu het einde van de onthulling. Eerst zal brigadegeneraal der artillerie H. Komen uitreden en daarna zal de standaard volgen. Standaard 8. Over. Na het bedanken door de troepencommandant kan iedereen het monument bezichtigen. Standaard 8. Links zwenken. Voorwaarts. Mars. De plaquette op het monument
is ontworpen en gemaakt door kunstenaar Kees Braat. Werkzaam in het Legermuseum te Delft. En dit monument is een aanwinst voor de gemeente Mil en Sint-Hubert.